gesprek, de eerste kandidaat, Tup. Gaan we eerst de jury voorstellen of gaan we eerst jou voorstellen? We gaan eerst jou voorstellen. En dan moeten we wel goed zeggen, Lisette, Tup, Marsop, Wonderpater, Nijmegen. Nog niet eerder meegedaan met de barista. Wel eerder meegedaan met de barista, maar niet met welk jaar, zo was het. Ja, klopt. Goed. Het is een zonder wit, kan het gewoon niet. 23 lengte jong. 24, 22. Maar het hangt vanaf wanneer je geboren bent. Ja, dat is het wel. Eigenlijk goed, maakt niet uit. Alles nu in orde? Alles voor elkaar? Tafel is gedekt. Goedemiddag. Ik ben Lisette. En in mijn zoektocht naar heerlijke koffies van vandaag kwam ik tot de conclusie dat de waar een van de belangrijkste elementen is in de kwaliteit van een groene koffie. Maar wat is terroir eigenlijk? Terroir bestaat uit drie elementen. Als eerste de bodemgesteldheid, ten tweede het klimaat en ten derde de cultuur. En met cultuur bedoel ik de keuzes die een boer maakt in de productie van zijn groene koffie. Een echte terroir koffie is dan een kwaliteitskoffie van een single estate, waarin je deze drie elementen cultureert. Daarbij zorgt het ook voor een hele clean cup. De yellow bourbon zorgt voor, in combinatie met de melk, een heerlijke praliné, hazelnootpraliné. Als jullie de geur van mijn espresso ruiken, zit er eerst de zoetigheid van een Frans steenfruitmerk. Denk aan persen of abrikoos. Een lichte aciditeit en ook echte zoetigheid. Mineraliteit die mij doet denken aan kiezel. En de afsluiting is dat fijne mensen. Alsjeblieft. Daarna een stokje te nemen en het heel even in je mond te laten. En daarna ook een stokje koffie. Want de olie laat het veel een draagje achter. Wat is heel erg belangrijk.